Yo guys, welkom in deze nieuwe video met vandaag alweer een review reaction op de vierde aflevering van Loki. Ja, ik weet het. Vorige week was toch al een hectisch weekje. Daardoor dat de reaction dat nog maar 3 uur online staat. Maar geen zorgen. Ik heb het opgelost. Die video staat nu online. Mijn hectische weekje is voorbij. Ik kan weer lekker genieten van een nieuwe aflevering van Loki. Maar voor de mensen die natuurlijk door het hele gezever met bijvoorbeeld mijn heel erg veel werk. En mijn hoeveel vermoeidheid die ik had omdat ik zoveel had gewerkt. En mijn knie waar ik ben doorgezakt waardoor ik eventjes niet meer kan lopen. Naast dat allemaal heb ik wel van de aflevering van Loki genoten. Het was echt een heel erg leuke aflevering. Het voelde wel inderdaad een beetje als een filler episode. Maar ondanks dat het een filler episode zou zijn, vond ik hem desondanks evengoed toch echt heel erg leuk om te kijken. Dus ik vond het een toffe aflevering. Lamentus was een heel erg cool setpiece. Maar ik kan wel begrijpen als je het op een groot scherm kijkt, kan het nogal een klein beetje afputting zijn, doordat het echt zo CGI-relatable was en CGI-reliable. Maar dus, desondanks was de aflevering geëindigd met een enorme cliffhanger, al heb ik eigenlijk wel al door hoe dat ze gaan ontsnappen. Ik denk niet dat alles zich afspeelde in de mind van Loki, zeg maar. Ik denk gewoon dat de TVA hen net op tijd gaat komen ophalen daar. Dat kan bijna niet anders dan dat zijn. Ik bedoel, ze gaan daar heus niet doodgaan, nu dat de hele planeet daar doodgaat. Rip Peace en voor de mensen die daarop waren. Maar Loki en Loki gaan niet door. Of ja, Loki en Sylvie eigenlijk. Dus die gaan sowieso gered worden. Dus in deze aflevering gaan we Mobius terugzien. Ik ben heel benieuwd. En natuurlijk is het op dit moment voor mij 2 uur 's middags. Dus ik heb al heel wat reacties gehoord van mensen. Ik weet dat heel veel mensen dit echt de beste aflevering van Loki vonden. Sommigen geven hem 5 sterren. Er is een post-credit scene in deze aflevering. Dus ik ben echt enorm benieuwd naar wat er gaat komen. En laten we maar heel snel gaan beginnen. Want als iedereen er zo hyped over is, dan wil ik meedoen met de hype. Dus laten we gaan beginnen. Eigenlijk kun je mij nu het beste vergelijken met iemand uit The Last of Us. Yes, you were created by the timekeepers. Correct. No, they're not. He's just a regular person on Earth. So they're not created by TVA! All of the apocalypse Kaboom! En nu komt de TVA hun halen. Al die muziek is deze gewoon goed van deze serie. Zo goed. Pa pa da ba pa pa Marvel Studio. Ja, dit is Marvel's jaar. Ja, dit is Marvel's jaar. Dit doet me denken aan de eiland met Rey. Oh nee, dat is Asgard. Huh, dat is Asgard! We zijn terug op Asgard. Maar waarom? Maar waarom? Het is een kind. Wat heeft ze gedaan? Wat heeft zij gedaan? Ze zat gewoon. Oh, god. Right here. Goodbye, Lady Loki. Oh, en ze vindt dat erg. Ja, ze blamed het dan nog op haarzelf. Maar why the fuck zou je... Wat heeft zij gedaan daar, in Asgard? Ze zat gewoon te fucking spelen. Mocht zij op dat moment niet fucking spelen? Het is een kind! Een kind speelt! Fuck! The Timekeepers! Loki, 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 Loki. Heb je trouwens ooit al gehad over de theorie van Kang the Conqueror? Is niet meer, maar... I don't believe her. I don't believe her a bit.
Ik weet niet dat mensen dachten dat zij hier stond met Black Widow. In de trailer. Of dat hij hier stond met Black Widow. Gewoon puur dat de planeetskleur op paars is van Vormir. I'm sorry. Voor wat? Being born the goddess of mischief. The goddess of mischief. Monsieur. Maar wat is er dan fout? Wat zei je? It's just a child. Een vrouwelijke variant is van Loki, of? Used to exist. Oh. Until eventually I figured out where to hide. Shit, man. Now, that's where I'll die. No, you're not. The TVA is gonna get you. Waarom is de timeline teruggekrijgd? Leuke dag. Waarom zet de timeline terug oké uit? Uh-oh. We're destined to lose. Holy shit, wow, dat is diep. Fine. Inderdaad. You had rings around them. You're amazing. Holy shit, Loki. Loki! Zie je? Omdat ze elkaar vasthouden? Holy fuck. Een TVA, whoop! Ik vond een rare tension bedoeld tussen de twee. Is he going to date himself? Lament is one, ze hebben hem. Ze hebben ze! Snel! He's kind of an asshole and a bad friend. Oh. Yeah. Chew on that for a little bit. All right, it's ready. What is this? That's rot. Mobius! Okay, no, let him one last desperate trick from the desperate trickster. Go ahead. The TVA is lying to you. Oh. Put him in. He's telling the truth! Seriously? You! Lady Sif! Sif! You conniving, creepy, pathetic worm! Zit de cameo in hem! What? Ow. Oh! Ow, 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 ow! Lady Sif! Eerste keer dat je terugkomt in 8 jaar en je staat Loki in de ballen. Ow! Some punishment? You conniving, craving, pathetic worm. You did this. Tyrone. I hope you know you deserve to be alone and you always will be. Just... Ja, dat zijn geen kinderen meer. Twee van die klappen erin. Oké, knallen de bal. Ah, ik vertrouw Mobius wel. Come on, run it for Loki. Run it for Loki. That would be my mantra. Kree. Titans. Vampires? Nightmare? And yet it was your idea to bring in another one. Zij heeft dit gezien hoor. Holy shit. Loki is honest. Is he though? Ik hou van de dynamiek met Loki, dat je gewoon niet weet waar je hem kan vertrouwen. Maar hier geloof ik hem. Hij was honest hier. Zelfs Sif gelooft hem. En het is Sif. You are alone. And you always will be. Oh nee. Oh ja. Yeah. Oh. Garm! On Asgard a long time ago. Huh? And then she took me to one of her apocalypses. And that's where we have our plan together. Huh? What? Which is? Can't be big is gonna happen. And when it does, I'll dispose of it.
Well, we saved you the trouble there. She's already been pruned. So assume I do set you free. She's nuts. What did you just say? What? Assume I do set you free. The variant. She's gone. No, he's lying. Not before she's nuts. Two of ours. That's what makes a horse race. No, she's not. So funny. She's not. It's like, look at your eyes. You like her. It's breaking my reality right now. What an incredible seismic narcissist. You fell for yourself. Her name was Sylvie. Sylvie. Holy fuck. Is that more than an IE or just an I? Is she alive? It affects all of us. Here we go. You've already told me about 50 lies in the past 10 minutes. I'm no, he didn't. I'm supposed to believe I'm not your lying. Terrorist girlfriend. She's not my girlfriend. Whatever you want to call her. You're your female self. You have some demented crush on her. You're all variants. Everyone who works at the TVA. The timekeepers didn't create you. They kidnapped you from the timeline. And erased your memories. Come on, Mobius. Geloof hem. So before this, you had a past. Family. A life. Love for jet skis. Nice try. Nay, Mobius! I mean the lies you tell yourself. Holy shit. Nee, ah, Loki spreekt de waarheid. En Mobius gaat dat inzien. En zij ook. Hunter B-15 weet het. Ze weet gewoon niet wat ze kan geloven op dit moment. Holy shit, ik ben invested. Is dat Mobius? No. Your name's a number. Can't read it from here. B-15. What's her real name? Oh. Come with me. Mobius? M-M-M. You okay? Mobius M. Mobius. Dan zou die tweede M betekenen. Mobius, Mobius, Mobius. The other variant got away during your first interrogation, didn't he? That's true. Come on. Anywhere and anytime on the timeline. Where'd you go? When I saw her, I mean, a little freaked, but fine. Well, she quickly wasn't fine. Okay. She's lying! Does anything happen to you? Ik vertrouw haar voor geen zak. I don't trust her. Zij is erg manipulatief. En in de comics werkt ze samen, of is zij het lief, van Kang the Conqueror. En Kang the Conqueror zou de middelste timekeeper zijn die aan haar standbeeld staat. Dus ik... I don't trust her. En ik begin te geloven dat Kang the Conqueror inderdaad een timekeeper is. En zij werkt gewoon niet samen. Natuurlijk, iedereen werkt samen met de timekeepers. Dus ook met Kang the Conqueror als hij een timekeeper is. Maar zij very particularly. It's so hard to admit. En Mobius vertrouwt haar ook niet, denk ik. Nee. Nice. Zij vertrouwt hem ook niet meer. Let's finish this. The way we started it. Rocks guards. I wanted a fair fight. I respect that. I showed you a life before the TVA. That's a trick, it's a deception. No, it's not. I was created by the timekeepers. No. I can't create memories. I can only use what's already there. Aha. That is development for B-15. Holy shit, acting. What now? We overthrow the timekeepers! Those fascist assholes! I've been so invested. State is diseased. She's really dead. With every single person in this place, I'm ending this. Uh-oh. Oh, yeah. I told you we gotta trust her. Everybody know that. We? Do you swear she didn't implant those memories in Hunter C-20? Mobius, no. I believe her.
So I just have to trust that we're two Lokis. Yay! How about the word of a friend? Yay! Oh, shit. I think you have something of mine. Wherever it is, I'm really from. Wherever I had a life before the TVA came along. I had a jet ski. That's what I like. Stel je voor, ik heb het sproeiend neer. No! No! He's not dead. Not like that. What? Compromised by the variant. No, she. I love that the actual bad guys are the TVA. Ze gaan naar de timekeepers om gepruned te worden. Word. Maar Loki, please be doing something. Why did you bring me in? Ja. What does it matter? Alles, ik wil het ook weten. I don't remember. Lying fucking bitch. No, I'm not done with you yet. Holy shit! Oh yeah! Holy shit, man! Oh shit! Nee, don't touch her! Those are not the timekeepers. See, those are not the timekeepers. Wacht, is Ravana dood? Then who created the TVA? Holy fucking shit, man, wat een aflevering. Mantis. I fell in love with you. This is new for me. Can you kiss it? What is it? No! Do it. No. Dan hebben we vrij zeker dat. Motherfuckers! Ik weet legit niet hoe dit te handelen. Doet me wel geloven dat Mobius inderdaad niet dood is. Holy fuck, man! Oh. Ja. De volgende afleveringen worden fucking heftig. Wat een episode, man. Holy fucking shit, er is zoveel gebeurd. Ja. We zien het nu al zelfs. Yet. Whose voice is that?
But you will be unless you come with us. Holy fuck! Dat zijn allemaal Loki's! Wacht, Richard E. Grant? Richard E. fucking Grant? Ja, de man met de wagens is in Richard E. Grant! Ah! En dat is Avengers Tower? Dit is New York! A post-apocalyptic version. Is dat een krok... Is dat een krokodil Loki? Oh. What the fuck? Man. Shit, man. Ik denk dat ik legit deze aflevering nog 3 keer ga kijken. What the fuck, man? Holy shit. Ten eerste, er is zoveel gebeurd in deze aflevering. Ik denk dat ik legit gewoon de halve aflevering moet laten staan. Moet laten zien aan jullie. Gewoon puur dat ik continu zat te praten over dingen die aan het gebeuren waren. Want er gebeurden continu dingen in deze serie, in deze aflevering. Ten eerste, waar moeten we zelfs beginnen? Lady Sif, zij maakt een leuke cameo. Zij komt ook terug in Thor 4, dus ik ben wel blij dat ze haar naar haar al terugbrengen. Net zoals bijvoorbeeld Abomination komt terug in She-Hulk. Maar om nog een beetje terug te reminden aan het feit dat Abomination bestaat, zit hij ook al blijkbaar samen met Wong te vechten in de trailer van Shang-Chi. Dus van die dingen, dat Marvel, I love Marvel for that. Die kleine cameo's. Maar, oh shit man. Ja, waar gaan we beginnen in godsnaam? Ten eerste het begin, Lamentis One. Inderdaad, ja, ik had gelijk. De TVA ging ze gewoon ophalen. Maar het gesprek wat ze daar hadden. En ik heb ook natuurlijk de dingen gezien op het internet van de mensen die een vreemde ship gevoel hadden bij de twee, zeg maar. Dat had ik ook wel met momenten. Maar ik had nooit verwacht dat ze daadwerkelijk de kant gingen opgaan van een relatie tussen de twee. Een romantische relatie. En op het einde gingen ze zelfs kussen voordat Loki gepruned werd. Maar dus. Heel interessant om te zien eigenlijk hoe dat de TVA eigenlijk gewoon een bunch of fakers zijn. Maar nog erger zelfs dat de timekeepers niet eens bestaan. Of alhoewel, we weten niet of ze bestaan, hè. Het is gewoon, dit zijn blijkbaar gewoon androids, fakers. Ze zagen er ook wel heel raar uit. En toen ik ze zag, dacht ik ook wel van Kang the Conqueror zit hier niet bij. Maar het kan wel zijn dat hij nog bestaat. Want het beeld wat ze hebben daar, het standbeeld wat staat in Ravonna's office, dat zag er anders uit als de timekeepers die we hebben gezien als die androids. En ik vond ze ook wel heel raar eruit zien en dacht van, oké, zijn dit de timekeepers? Dus ik ben wel blij dat ze niet waren. Maar de rest van deze aflevering, ten eerste Hunter B-15, die eigenlijk Rogue gaat en met Sylvie op stap gaat om gewoon haar pijs te leren, is een van de beste richtingen die je kon uitgaan met dat personage. Letterlijk, dat was bijna een van de enige mogelijke redenen waarvoor dat personage zo was als ze was. En ik ben blij dat ze die kans erop gegaan, want het is echt een perfecte dynamiek. Ik ben gewoon benieuwd wat ze ermee gaan doen. Is ze dood? Ik weet het eigenlijk niet. Natuurlijk Owen Wilson zijn personage. Fucking goed. Hoe dat hij deceived werd door Loki, denkt hij. Dat hij eigenlijk kwaad is op Loki en op die manier. Dat hij hem vastzet om uiteindelijk wel in te zien van, shit, deze man heeft gelijk in wat hij zegt. En het is zo goed geschreven. En ik snap dat mensen zeggen dat dit een favoriete aflevering is van Loki. Voor mij ook by far. Deze aflevering is perfect. Is geweldig. Het is misschien wel, nee, het is niet misschien. Het is van alle Disney Plus series die we op dit moment hebben, is deze aflevering ook de belangrijkste van allemaal. Het vertelt zoveel over Marvel Studios en over deze serie en over de richting dat ze op kunnen gaan met Time en de TVA en Timekeepers en het rondspringen in tijd en het personage van Loki. Loki is zo honest in deze aflevering en dat hebben we weinig gezien. Een laatste keer dat hij zo honest was in Thor Ragnarok en dat was niet de variant Loki. Dus dat was de echte Loki. Dit is een variant Loki, wat ook de echte Loki is, maar het is niet dezelfde, je snapt wat ik bedoel. Dus dat is enorm interessant om te zien. En ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen en hoe ze het verder gaan brengen in de 5e aflevering. Want ja, Tom Hiddleston had al gezegd, waarschijnlijk is mijn 4 en 5 combi aflevering enorm geweldig. Dus de volgende aflevering wordt ook echt enorm heftig en ook echt enorm sterk op dat vlak. En de manier hoe dat ze deze aflevering eindigde en de laatste, vooral het laatste kwartier van deze aflevering was,
Oh, deze... Oh. Het zat vol met twists. En ik... Ik denk dat ik zelden zo hard geschreeuwd heb. En zeker bij de dood van Mobius. Of de dood van Mobius. De prune van Mobius, zeg maar. Heel erg interessant. En heel erg goed gedaan. En het feit dat we dat zagen. Hoe dat Mobius gepruned werd. Ik zei het er net ervoor nog. Oh, ga hem dan niet prunen, alsjeblieft. Wat gebeurt er? Hij wordt gepruned. Die schreeuw was letterlijk een schreeuw van nee! Dus als je dat wil weten, dat was dus dat. En Richard E. Grant hebben nu ook blijkbaar als een Loki. En ik wist dat Richard E. Grant wel in deze serie ging zitten. Maar ik vind het zo leuk dat hij erin zat op de vlak. En ja, wat moet ik nog zeggen over deze serie? Over deze aflevering? Dit is... What the fuck? De derde aflevering was inderdaad een klein beetje een filler. En de tweede aflevering was inderdaad wel heel erg gigantisch qua cliffhanger. Gewoon puur door het feit dat de hele timeline gebombardeerd was. Maar daar zien we niet meer zoveel van terug, om de een of andere reden. Ik weet niet, komt dat nog terug in een van de komende afleveringen? Want in deze aflevering zagen we een foto van de Secret Timeline en zag er goed uit. Dus wat is daar gebeurd? Ik mis daar nog een klein beetje verhaal wel, wat er eigenlijk aan de hand is met de bombing van de Secret Timeline. Maar ja, dus dit was... dit was intens. Maar het was wel echt fantastisch. En ik hoop dat jullie dat ook vonden. Dit is een wat langere aflevering dus ook geworden. Dus ja, mensen, wat vonden jullie ervan? Laat het weten in de comments op beneden. Ik ben enorm benieuwd. Dus mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Geef een like, comment, subscribe. Deel deze video met al je vrienden. Bedankt voor het kijken. En bye. What the fuck?